Hallo, mijn naam is Oudgecommandeur. En in deze video ga ik je vier tips geven met betrekking tot een onderzoek wat je gaat doen. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar eye tracking. Eye tracking is een techniek waarmee je eigenlijk kan uh, zien waar iemand op een beeldscherm kijkt, uh, maar bijvoorbeeld ook in de ruimte om je heen. Het is uh, heel aandachtig uh, onderzoeksmateriaal voor uh, studenten. Uh, maar het enige nadeel voor mij is, ja, het was uh, best een uh, pittig onderzoek. Er uh, komen heel veel dingen komen erbij kijken. En uh, met die vier tips die ik je ga geven, hoop ik dat het voor jou allemaal wat makkelijker gaat worden. Mijn eerste tip: uh, bepaal je focus in je onderzoek. En dat hoor je heel vaak. Uh, maar vooral als je een onderzoek doet waar heel veel aspecten bij komen kijken, uh, is dat heel belangrijk. Dus uh, focus uh, op één onderdeel. En leg dit ook voor bij anderen. En dat kan je onderwijskundige kan het zijn, maar het kan ook iemand zijn binnen het practoraat. Ik heb zelf geleerd uh, bij, het, uh, eye uh, bij de eye tracking techniek dat ik heel veel met de ruimte bezig was. Dus ik moest ergens een computer komen te staan. Ik dacht, ja uh, waar moet die ruimte aan uh, voldoen? Terwijl ik daar niet zo heel erg mee bezig had moeten zijn. Uh, uh, kwam ik later achter. Um, implementatie, dus moet natuurlijk ook door uh, uh, collega's moet het, uh, gebruikt gaan worden in het curriculum. Uh, nou ja, had ik op dat moment misschien ook niet al te veel tijd aan moeten besteden. Dus uh, zo kan een onderzoek uit heel veel uh, focuspunten bestaan. En kies er vooral eentje en richt je daarop. Mijn tweede tip voor jou. Uh, Baak een heel goed af wat haalbaar is in je onderzoek. Um, ...bespreekt het ook met anderen. Um, kan, ja, je kan het heel snel onderschatten. Ik heb het zelf heel erg onderschat hoeveel tijd dingen kunnen kosten. Um, en even een voorbeeld daarin... Um, ik heb zelf uh, tijdens mijn onderzoek, kreeg ik op een gegeven moment de vraag, uh, Oudger, we hebben eigenlijk ook een implementatieplan hebben we nodig voor dat eye-tracking. Nou, dat valt dan net weer even buiten de scope waar je mee bezig bent. Dus uh, mijn tip dus, uh, pak het af en uh, noteer het, spreek het af, uh, dat het voor jezelf en voor anderen ook duidelijk is wat je precies gaat doen. Mijn derde tip voor jou... Onderzoek heel goed wie je waarvoor nodig hebt. Eh, ik had zelf bijvoorbeeld iemand nodig voor uh, de AVG. Iemand van ICT natuurlijk. Uh, opleidingen moesten er betrokken bij worden. Het bestuur, want er moet iets uh, aangeschaft worden. En over de aanschaf gesproken, natuurlijk heb je ook iemand van de financiën nodig. Dus uh, mijn tip voor jou, dus onderzoek dat goed voordat je aan de slag gaat. Mijn vierde en allerlaatste tip is dat je. Eigenlijk iedere week met iemand moet gaan zitten. En eventjes een uurtje uh, met die persoon gaat zitten over jouw onderzoek. En bespreek, het, uh, en bespreek het proces. Dus waar ben je mee bezig? Wat is gelukt? Uh, wat is niet gelukt? Uh, zit je nog wel, uh, ben je nog wel eigenlijk genoeg bezig met jouw focuspunt? Of ben je een beetje aan het uh, afdwalen? Uh, zelf heb ik wat moeite met. Dat laatste, ik dwaal wel makkelijk af, want ik vind heel veel dingen leuk. Dus op een gegeven moment nou ja, dan zie ik van, oh, dit kan ook. En dan ben ik daar uh, tijd uh, aan het besteden. En uh, dat is niet altijd handig, want daarmee uh, kan het ervoor zorgen dat je je doel niet bereikt. Dus uh, zorg dat je een sparringspartner uh, zoekt. Dit waren alle tips die ik jou uh, op dit moment kan geven. Nou, mocht je zelf nog vragen hebben, kan je me via Teams eventueel bereiken. En dan uh, help ik je graag verder. Uh, heel veel succes met jouw onderzoek en uh, hopelijk wordt dat een groot succes.